Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, dinsdag 30 november. Minister Amar Ramadan was voor het gerecht gedaagd door Jennifer van Dijk Silos, Steve Meijer en Patrick Bagwandin. Zij vinden dat Ramadan hen heeft beledigd en hun goede naam aangetast. Kortgedingrechter Sandra Bradley heeft vanmorgen de vordering tegen de staat Suriname, met name minister Amar Ramadan van Volksgezondheid, afgewezen. De rechter heeft de eisers niet ontvankelijk verklaard in de vordering tegen de minister van Volksgezondheid. De gevraagde voorzieningen zijn geweigerd. De eisers zijn veroordeeld om de proceskosten te betalen. Het vonnis is vanmorgen voorgelezen door de rechter. Gisteren waren wij in gesprek met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadan, over de maatregelen. Zoals al bekend is, was de minister ook besmet geraakt met het coronavirus en dat ondanks hij 2 maal gevaccineerd is. Ook in deze aflevering van het journaal zullen wij weer wat aandacht besteden aan de topman bij Volksgezondheid, waarbij hij zijn ervaring met ons deelt tijdens zijn besmettingsperiode. Shania was bij hem op bezoek. Ook uit zijn ervaring kunnen degenen die nog twijfelen aan het vaccin lering uithalen. Persoonlijk was het niet leuk om te weten dat je besmet bent. Allereerst begin je af te vragen waar je de besmetting mogelijk hebt opgelopen. Je komt er ook niet uit. Ik ben minister en ik heb dagelijks ontmoetingen met mensen. Je neemt altijd de Mohana-maatregelen in acht. Je gaat ook af op het advies om te vaccineren. Dat zijn allemaal interventies die je doet om de kans op besmetting te verminderen. Maar wat je ook doet, er is altijd een risico om besmet te raken. En dan moet je even terugkomen naar de realiteit. Dus op het moment dat je wist dat ik positief was, heb ik mezelf gelijk laten isoleren. En de nodige adviezen van de dokter opgevolgd. En helaas, je komt... Ik ben 1,5 jaar bezig geweest met COVID-19. En je komt op een gegeven moment tot de ontdekking dat ook jouw medische situatie in gevaar komt. En dat je dus feitelijk de adviezen van de dokteren begint op te volgen. In mijn situatie is het noodzakelijk geweest om opgenomen te worden vanwege een paar onderliggende situaties. Het was een periode waar je toch wel ervaart dat je ziek bent. Ik ga het zo noemen, breed, zonder in detail te treden. Maar dat je behoorlijk ziek kan worden door COVID-19. Dat is mijn ervaring geweest de afgelopen periode. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal de oude weer. Maar vroeg of laat weet je ook dat een ziekteproces een tijdje kan duren, het herstel dan. Maar dat je eigenlijk weer terug moet naar de dagelijkse gebeurtenissen, dagelijkse activiteiten, waardoor je weerstand met, in combinatie natuurlijk met gezonde voeding en beweging, en weer het oppakken van je dagelijkse activiteiten, dat je herstel weer sneller gaat dan, om het zo te noemen. Dus op zich, ik moet alleen 1 ervaring delen, is er is altijd een kleine vrees van je kan ernstig ziek worden, je kan zelfs in de intensive care belanden. En als ik even mijn ervaring mag delen, is dat de doktoren mij wel hebben aangegeven, we weten niet hoe je situatie zou zijn als je niet beschermd was met het vaccin. En dat heeft me wel even geprikkeld. En dat wil ik dus even ook benadrukken hier, dat ook al ben je jong, ook al heb je geen onderliggende ziekte in mijn geval, ook al heb je geen enkele clue dat je gezondheid in gevaar kan komen, COVID verrast en is heel onvoorspelbaar. Dus ik ben heel blij toen ik dit bericht kreeg van de internisten, doktoren, dat ik gevaccineerd ben, omdat dit mij uiteraard wel, moet ik zeggen, heeft beschermd voor ergere dingen. En dat heeft wel even die angst in me opgewekt. De minister geeft aan, na zijn ervaring, hoe belangrijk het vaccineren is. Als je gevaccineerd bent, ben je beschermd tegen ernstig ziek worden. Let wel, zoals altijd door de deskundigen en wetenschappers is aangegeven, is dat ook al je volledig gevaccineerd bent, je toch ziek kan worden aan de gevolgen van COVID. Er is nimmer en nooit gesteld dat je nooit meer ziek wordt als je gevaccineerd bent, zoals een groep verontruste burgers dat beweren. Vaccineren
En er zijn mensen die beweren, met name een groep van verontruste mensen, die zeggen, die regering zegt, ze hadden ons beloofd dat als je vaccineert, je nooit ziek gaat worden, je nooit in het ziekenhuis belandt, je nooit doodgaat. Dus ik vraag mij af wanneer dat gesteld is, want we hebben dat nimmer gesteld. We hebben gezegd, het vaccineren vermindert het risico op ernstige ziekte, vermindert het risico op een IC-opname en vermindert het risico op sterfte aan de hand van de cijfers die je ziet. En ik wist nooit dat het COVID-vaccin ook tegelijkertijd volgens die stelling die men poneert, dat je nooit doodgaat. Dus dan kan je maar zeggen dat COVID-vaccin eigenlijk voor een heleboel ziekten nog bescherming brengt. Maar dat is het niet. COVID-19 is een ziekte, infectieziekte. Er is daartoe een vaccin ontwikkeld aan de hand van de eigenschappen van het virus, waardoor jouw immuunsysteem geprikkeld wordt om voorbereid te zijn op een eventuele besmetting. En een besmetting ga je niet kunnen voorkomen. Je kan wel verminderen de kans. Ook Moana betekent niet dat je 100% bescherming hebt. Ook een vaccin betekent dat je 100% bescherming bent. Want als iemand op je hoest, binnen een halve meter, binnen een meter, komen de virusdeeltjes binnen via je neus of je mond die open is. Of andere slijmvliezen, je ogen en andere zaken. Dus die besmetting ga je niet kunnen voorkomen. Het moment dat virusdeeltjes in je neus zijn, gaan ze koloniseren, ze gaan vermenigvuldigen. Ze komen dan in de bloedbaan terecht. Maar omdat je gevaccineerd bent, is je immuunsysteem al geprikkeld. Die soldaatjes zijn al gevormd om een ernstige infectie te voorkomen. Want wat doet het virus dan? In je bloedbaan verder vermenigvuldigen. En hoe meer virusdeeltjes je hebt, hoe zwaarder het wordt voor het immuunsysteem om dan pas te gaan reageren. Terwijl als je gevaccineerd bent, ben je al geprikkeld met verzwakte deeltjes van virussen die je niet zo ziek maken, maar je immuunsysteem kan het herkennen. Dus dat is het principe van het vaccineren. En vandaar dat je kan nog steeds ziek worden. Als je een hoge viral load hebt of een variant, dan kan het je systeem, en daarom dat we nu zeggen dat Omicron feitelijk er nog heel weinig bekend is, we weten niet hoe Omicron gaat reageren, hoe vaccins reageren op Omicron. Dat zal nog moeten blijken de komende weken. Dus ik wil hierbij ten stelligste ontkennen dat ooit een gezondheidsfunctionaris of een overheidsfunctionaris binnen de zorg heeft gesteld dat vaccins 100% bescherming bieden. Dat hebben we nooit gezegd. En als u dat ergens kunt vinden waar ik dat gezegd heb, of mijn directeur of anderen, dan wil ik dat graag zien. Want er worden een heleboel zaken genoemd door mensen die overigens een paar weken Google hebben bekeken en zichzelf tot deskundige benoemen. Ik wil graag weten, meneer Darthuizen, als u in een vliegtuig zou stappen waar iemand zegt, ik ben uw captain en ik heb een paar weken op Google online classes genomen om een vliegtuig te besturen. Zou u aan boord gaan? We kunnen het ook daarmee vergelijken. Je kan jezelf onmogelijk een deskundige noemen als je daartoe de titel niet draagt, als je daartoe die opleiding niet hebt gevolgd. En daarom is het moeilijk om in discussie te gaan met zulke deskundigen, omdat ze niet op dezelfde frequentie zitten. Het is geen hoogmoed, maar het is wel, je moet een discussie kunnen voeren, vooral als het om wetenschappelijke feiten gaat en om ziekteprocessen, met iemand die ook onderlegd is op dat niveau. Dus ik vind het heel moeilijk, want er zijn ook juristen, advocaten daar. Ik ga mij niet wagen op het vlak van wetten, of op het juridische vlak. Ik ken de wetten niet. Ik weet niet hoe een wetsproduct gevormd wordt. Daartoe heb je mensen die je moeten adviseren. Maar we moeten wel respect hebben, tenminste, voor de kennis welke mensen beschikken. En we moeten ook bereid zijn om die kennis te accepteren als er zijn een feitelijke kennis. Want er wordt ook bijvoorbeeld genoemd grafeenoxide. De deskundige die op Google online classes heeft genomen, ofwel wetenschappelijke artikelen heeft gelezen, die praat over grafeenoxide. Maar waarschijnlijk weet die deskundige niet eens dat er hoax websites zijn. En er zijn een paar websites, ik zal het professioneel vragen om een aantal van deze sites te publiceren, waar grote organisaties achter zitten om fake newsrooms te maken, fake websites te maken en daarop allerlei informatie te plaatsen. En dan als je niet medisch onderlegd bent of je hebt andere bedoelingen,
dan trap je daarin. En die websites zijn gepubliceerd. Er zijn heel veel watch websites die eigenlijk nagaan welke websites relevante, feitelijke, werkelijke informatie geven. Maar dan kan je een deskundige spelen, je gaat in al die dingen geloven. En dan ga je jezelf tot deskundige benoemen. Want dat zie ik vaker gebeuren. Die meneer zegt, ik ben deskundige. Ik ben een expert op dat gebied. Het is jammer, want deze mensen geven dan allerlei verkeerde informatie. Misleidende informatie. Ik heb het eerder gezegd. Er zijn een paar misleiders. En ik vind het dan jammer. Want grafeenoxide, er zijn tal van berichten. Ik kan een link naar u sturen. Het is al ontmaskerd sinds augustus 2021. Er komt geen grafeenoxide voor in geen enkel vaccin. En ook als zou het voorkomen, dan nog moet je gaan kijken, wat is die toegevoegde waarde daarvan? Ik bedoel, er zijn zoveel vaccins, zoveel medicijnen, er worden zoveel hulpmiddelen geplaatst. Het is precies als voedingsmiddelen waarin een heleboel kleurstoffen zitten en andere zaken. Maar betekent dat als je een kleurstof iets hebt, dat jouw lichaam van binnen gaat kleuren of wat? Dus we moeten wel objectief naar zaken willen kijken. En niet omwille van een spul, welke men zo een spul noemt, vernederend zijn naar de wetenschap toe. Want het is uiteindelijk die wetenschap die ervoor heeft gezorgd dat die COVID-situatie nog goed onder controle is in grote delen van de wereld. Maar je merkt die ontwikkelingen. Het moment dat je losgeeft, ook hier hebben we al een maand terug verruimd naar 11 uur. En dan ziet u wat er gebeurt. Het feestgedrag wordt gestimuleerd. Mensen denken, oh, het gaat goed. Dus we hebben vrijheid. We kunnen doen wat we willen. Draai het nu terug naar 9 uur, dan willen we protesteren. Waarom? Maar we willen niet kijken naar wat is onze verantwoordelijkheid. Wat heeft de regering allemaal gedaan om die zaak zo ver te krijgen? Wat is onze verantwoordelijkheid? De wereld werd enkele dagen opgeschrikt met het nieuwe variant, het Omicron variant, dat de vorige week in Zuid-Afrika werd ontdekt. Heel wat landen zijn ertoe overgegaan restricties op te leggen voor het luchtverkeer. Ook in Suriname worden er maatregelen getroffen.
In onze komende afleveringen van het COVID-journaal zullen we meer aandacht gaan besteden aan het Omicron-variant. Ook de WHO-topman baart zich zorgen. Als hij kijkt naar het gedrag van de wereld, waarbij mensen denken dat na gevaccineerd te zijn, we COVID-vrij zijn. Hij maakt duidelijk tijdens een persconferentie dat dat niet het geval is. COVID is nog niet klaar met ons. We should all be wide awake to the threat of this virus. But Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. We zijn aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wil u van deze plek uit verzoeken u zich te houden aan de maatregelen. Laat u zich niet misleiden door mensen die de regels willen lappen aan hun laars. De horecasector roept mensen op om de lockdownmaatregelen te negeren en gewoon naar de plekken te komen. Let wel, als u toch gehoor geeft aan de oproep, gaat u dieper in de schulden. Want behalve dat je voor je consumptie gaat betalen, ga je ook voor de lockdown moeten betalen. De politie heeft het ook in duidelijke taal aangegeven dat de handhaving verscherpt zal worden, samen met het clusterteam. Dus wees bewust en houdt u zich aan de maatregelen. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Tot dan!